over medicijnen gaan. Dank u. U wil daar eigenlijk de aanval zetten op de farmaceutische bedrijven. Maar ik hoorde daarnet de minister die zei, ja, die steevaart is eigenlijk geen slecht idee. Maar, en dan kwam het natuurlijk, juridische kader laat dat moeilijk toe. We zijn hier geen eiland enzovoort. Wat gaat u precies doen met die medicamenten? Ze door de staat laten opkopen, begrijp ik dat goed? Nee, dat is een beetje te eenvoudig. Ja, de privésector verdient nu heel veel geld door medicamenten heel duur te verkopen. Sommige zaken kosten 20 keer te duur. Ik wil de vrije markt gebruiken om medicamenten goedkoop te maken. En ik wil dat niet via de staat laten gebeuren. Je zou perfect een privéfirma, ten andere in Nieuw-Zeeland, is dat een privéfirma die dat doet en die verdient geld door de prijzen te kraken. Als je een veiling organiseert, dan kun je de prijzen kraken. En als je de prijzen kraakt, zou dat 1,5 miljard euro kunnen opbrengen voor de ziekteverzekering en zou dat 0,7 miljard euro kunnen opbrengen voor de patiënt. Waar ik absoluut vanaf wil, is het systeem dat men altijd zegt, elk misbruik moet aangepakt worden. Maar eerst begint men bij de patiënt, dan bij de apotheker, dan bij de dokter. Laten we eens beginnen met de grote, bij de farmaceutische industrie en bij de ziekenhuizen. Goed. En dat is natuurlijk moeilijk en daar heeft de mot gelijk. Er ligt hier een voorstel op tafel. Reacties. Eerst van de VLD. Ja, kijk, in de akkoorden die we nu gemaakt hebben, wat Steve zegt, is niet zo revolutionair. We hebben in de akkoorden die nu in de regering zijn, heeft men gezegd, we gaan die piste onderzoeken. We gaan onderzoeken naar mechanismen om ook de farmaceutische industrie laten goedkoper, ook laten bij te dragen in de sanering van de gezondheidszorg. Goed, maar ik ken dat. Hè. Onderzoeken, dat duurt dan lang en daar komt... Maar mijn, de vraag is u het daarmee eens? Met het principe om te zoeken hoe we mensen de goedkoopste geneesmiddelen laten bezorgen, van de beste kwaliteit, daar zijn we het evident absoluut en mee En een systeem zoals Steevaart beschrijft, met name iemand die inderdaad gaat kopen, want daar komt het eigenlijk op neer. Het komt er eigenlijk op neer om de concurrentie zodanig te gebruiken. Een systeem waarbij we gaan onderzoeken dat de overheid een offerte organiseert bij de farmaceutische industrie. Waarbij men zegt van kijk, het beste geneesmiddel aan de goedkoopste prijs, dat gaan we op de eerste plaats terugbetalen. Daar zijn we absoluut mee eens. Ik vind dat Bart Somers VLD-voorzitter moet worden. Ik weet niet of ik hem help. Daar gaan we het straks dat misschien, dat moet worden. Gaan we het straks misschien nog over. Daar gaan we het straks nog over. Maar u ook? Ik ben het absoluut eens. Meer marktwerking als dat de prijs kan drukken en de kwaliteit overeind houdt. Dat is een stekend idee. Maar misschien toch zeggen, het gaat niet alleen over de vraag van kunnen we die prijs voor die medicamenten drukken. Hè? Wij slikken te veel medicamenten. Hè? Dus het is ook een kwestie van voorschrijfgedrag, aanbevelingen over de beste manier van behandelen. Ja. Het is iets te gemakkelijk om te zeggen, laten we dat nu eens in de schoenen schuiven van een van de partners. Het is een geheel dat moet worden aangepakt en dat is een van de goede maatregelen. Nee, dat is wel belangrijk. We slikken te veel medicamenten en dan betalen we ze nog eens te duur. We zullen dus de dokters moeten mee hebben in die discussie, want we kunnen ook een ander voorschrijfgedrag van dokters krijgen. En we moeten zorgen dat de apothekers hier de rekening niet betalen, want de apothekers verdienen niet te veel in dit land. Die zouden dus evenveel moeten verdienen aan een goedkoop medicament als het duur, want anders kan het nooit werken. Dit onderwerp lijkt mij afgesloten. Ik wil naar het andere gaan.